Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube, mensen. Yes. Uitbundig? Zeker, altijd uitbundig. Maar waarom zei ik mensen? Gewoon, soms heb je dat. Kan niet altijd hetzelfde zijn. Ik ontving van de week mail van Nemeton Brewing uit Waalwijk. Ja, en weet je wat het is? 6 prachtige bieren. Prachtige bieren. Heb je ze al gehad? Nee. Ik heb ze nog niet gehad. Maar ik wil ze wel heel graag reviewen. Dus vandaag dacht ik, laat ik gewoon Nemeton Brewing doen. Weet je. En ik kan beginnen met de blond. Had gekund. Had gekund. Ga ik uiteraard ook reviewen. Uiteraard. Fuck it. Ik doe ze gewoon allemaal. Doe ze gewoon allemaal. Kan ik niet garanderen trouwens. Of heb ik dat nu wel net gedaan? Nou ja. We kijken wel. Maar in ieder geval, deze sprong er bij mij uit. En waarom? Wakslaag. Nemeton Brewing. Check it out. Allereerst het etiket. Ik heb er ook veeltjes van gekregen. Ziet er erg strak uit. Super gaaf cartoon. Ja, en wat ik zei. Wakslaag. Check it out. Nemeton Brewing. Wat staat erop? Met dit bier gaan we terug in de tijd naar het eerste bier dat onze brouwer Dennis. Dennis, nogmaals bedankt. Ooit heeft gemaakt. Een dikke stout met honing en kruiden, gerijpt op bourbon barrel houtsnippers. Nemeton Brewing was geboren. Wat ik al zei, het is dus een houtgelagerde imperial stout. Even kijken. Tenminste, houdbaar tot 2 jaar na productie. Percentage is die ergens te zien. 11,5%. Staat op de voorkant speciaal bier 33 centiliter alcohol. 11,5%. Honey stout. Oh. Oh. Damn. Oké. Met mij Wyan Stefaner opener. Is dat reclame? Nee, maar die heb ik ooit gehad. En het is ideaal om je nek te hebben. En dan valt hij niet uit mijn handen. Dat scheelt nog wel. Kijken of we hem open kunnen maken. Ik denk het wel. Ik hoop het. Let's go. Yeah. Die hebben we ook nog. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik echt enorm onder de indruk ben van hun wakslag. Want ik vind het knap. Meestal zie je die hele grote, of ja, die wat grotere kraftbierbrouwerijen. Die hebben zeg maar echt wel een hele gave wakslaag. Maar deze, hij brokkelt niet. Perfect. Echt super. Grandioos gedaan. Hij loopt mooi zo langs het. Volgens mij, dit zijn gewoon de waxers der waxers. Glas. We gaan hem inschenken. Ik ben heel erg benieuwd. Nogmaals Dennis, hartelijk dank. Ja, wat ik al zei. Ik begin gewoon met eigenlijk de. Een beetje de meest bizarre misschien. Dat maakt er niet uit. Het is mijn kanaal. Ik doe gewoon wat ik wil. Pak het. Ik vind het leuk. Hopelijk jullie ook. En daar doe ik het voor. Om een klein beetje te entertainen. En dat jullie denken. Nou, toch wel leuk dat er weer eens een nieuwe video uitkomt. Allereerst de kleur. Donker. Hij schonk donkerbruin uit. Zo in het glas zit. Is die toch eigenlijk wel best wel zwart. Hele compacte, mokkenachtige schuimkraag. Ziet er goed uit. Laten we naar de neus gaan. Hij is nog wel een beetje koud. Ik had hem eventjes iets eerder uit de koelkast moeten zetten. Dus als tip. Als je dit soort bieren wil drinken, doe ze eventjes uit de koelkast. Ja, dat scheelt. Ga naar de neus. Here we go. Het eerste wat bij mij opkomt is chocola. Chocola. Koffie, zeker. Koffie. Maar vooral chocola, koffie. Bourbon, niet. In de geur dan, hè. Maar hij ruikt echt wel goed, hè. Heel vol. Romig. Vooral dat romige. En ik blijf vasthouden aan chocola. Chocola, iets in mijn hoofd zegt. Chocola, chocola. Hij ruikt gewoon goed.
Meer kan ik niet verzinnen op dit moment. Laten we snel naar de smaak gaan. Nemeton Brewing met hun The Nemeton. Ja, toch? Zo heet hij ook. Honey Stout, The Nemeton. Ik denk het wel. Ziet er goed uit. Cheers. Waarom is het zo lang stil? Dit is echt fucking lekker. Ik weet het. Als je wat langer kijkt naar mijn kanaal, dan weet je dat ik dit soort dingen gewoon lekker vind. Weet je, dit met mate. Onthoud het heel goed. Ik zeg het er elke keer bij. Probeer je niet te verliezen in dat je iets lekker vindt. En dat je heel veel moet. Onzin. Echt onzin. Gewoon genieten. Dit is lekker. Hè? Hij is nog steeds wel redelijk aan de koude kant. Maar die smaken komen zo prachtig mooi terug. Oh. Misschien heb ik hem toch als laatste moeten bewaren. Tot als laatste moeten bewaren. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant nee. Ik ben gewoon benieuwd naar de andere bieren. Deze is echt lekker, hè. What? Honing. Komt zeker terug. Maar dan echt in een mooi zoetje. Mooi zoetje. Hij is prachtig mooi in balans. Chocola. Koffie. Zoetje. Bourbon. Houtsnippers. Niet echt. Maar wellicht dat dat meeweegt aan het enorme ronde proces. En dan bedoel ik mij dat hij gewoon mooi in balans is. Dit is echt lekker. Dennis, heb je nog meer? Nee, ik ben niet aan het bietsen, echt niet. Ik betaal uiteraard die bieren. Ik koop champagne. Heb je nog meer? Ik moet het weten, ik moet het weten. Dus Dennis, als je dit ziet, laat het me weten. En anders kijk op jullie site. Dat kan natuurlijk ook. Dat is verrukkelijk. Dat is echt verrukkelijk. Koffie, chocola. Vol honing. Niet te zoet. Wel lekker zoetje. Niet te chocolaachtig. Maar gewoon het zit er mooi in. Niet te veel koffie. Het zit er ook mooi in. Gewoon helemaal rond. Heerlijk. 10,5% volgens mij wat ik zei. Sorry, 11,5%. Het is een gevaarlijk bier. Laat ik dat zeggen. Het is een gevaarlijk bier. Waarom? Hij drinkt heel soepel weg. Zeker niet licht. Zeker niet licht. Dus als jij beginnend bier drinken bent, dan is dit voor jou natuurlijk ook gewoon wel zwaar. Maar als je wel wat van dit soort bieren wel eens drinkt, hè, de Imperial Stouts en dat soort dingen, dan kom je bedrogen uit. Dat je dan denkt van, ja, hij is heel vol, heel romig, maar hij is niet alcoholisch. Hij is niet complex in dat opzicht. Hij is perfect. Heerlijk. Echt. Zij voor de bier. Negen. Ik krijg gewoon een 9. Waarom geef je altijd van die hoge cijfers? Ja, sorry. Ik krijg alleen maar mooi bier. Ik heb alleen maar mooi bier. Ik drink alleen maar mooi bier. Althans, dat hoop ik. Niet altijd natuurlijk, maar deze Dennis nogmaals. Echt prachtig gebrouwen. Echt super lekker. Ik wou dat ik kon zeggen, nou, het is gewoon niet te zuipen. Ik kan het niet zeggen. Ik weet zeker als je kijkt en je houdt van dit soort bieren, weet ik 100% zeker dat je dit lekker vindt. Wauw. Echt verrukkelijk. Ik ga afsluiten. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Nogmaals, Dennis, bedankt. En uiteraard hoop ik dat jij volgende keer weer kijkt naar dit kanaal hier op YouTube. Mensen, nogmaals bedankt voor het kijken. En uiteraard tot de volgende keer. Ja, toch? Cheers.